vertellen van Anansi en de jaguar, dus de tigri. In Suriname hebben we prachtig regenwoud met heel veel dieren. En Batigri, jaguar, die is de machtigste van alle dieren. Hij wandelt door het bos heel statig en ziet ineens kleine Anansi voor zich staan. Zeg, hallo, schuif even op. Zegt hij tegen Spin. Anansi zegt, kan dat niet beleefder? Wat een grote mond heb jij. Hoe durf je zo tegen mij te praten? Anansi zegt wel. Jij hebt eigenlijk alleen een grote mond. En jij denkt dat jij de machtigste bent. Natuurlijk ben ik de machtigste. Ik ben toch veel groter dan jij. Nou, ja, dat kan je zeggen, maar dat moet je eerst bewijzen. Hoe zullen we dat, hoe kan je dat bewijzen, hoe ik dat kan bewijzen? Natuurlijk, ik trap je dood, ik geef je een klap en je bent gelijk dood. Nee. Durf maar. Ik ben weer klein, maar durf me maar te klappen. Hij zegt, weet je wat, Tigri? Laten we een weddingschap aangaan. Morgen, niet vandaag, morgen. En dan mag je komen met alle vier voeters. Konkoni, hee, hert, tigri, leeuw, je mag ze olifant, je mag ze allemaal meenemen. En ik kom met mijn zes voeters. Ach man, wij zijn toch veel groter. Nou, laten we maar die weddingschap aangaan. Als jij wint, dan ben jij de machtigste van het bos. En als wij winnen, dan moeten we gewoon samenwerken. Grote en kleine dieren. Oké, zegt Tigri. Anansi gaat terug. En Tigri gaat terug. De volgende Tigri heeft ze allemaal gemobiliseerd. Die konkoni, de konijn, de japjapjes, die apen. De hee, de herten, de pingo's, de pakera's. Nou, een hele leger met allemaal viervoeters. En zij wachten en wachten. Maar waar bleven die zesvoeters? Ach, die zijn bang, ze zijn bang, ze zijn veel te klein, ze komen niet meer. Jap, jap, zie je iets? Nee hoor, ik zie helemaal niks, ze komen helemaal niet meer. En plotseling wordt het donker. En ze zien niks meer om zich heen. Ze zeggen, maar wat gebeurt er? En ineens voelen ze prik, een prik hier, een bijt hier, een steek hier. En maar steken en bijten. En ze wisten niet meer waar ze het zoeken moesten. En het ging maar door. En Tigri zei, mijn god, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Waar moet ik nou blijven? Wat gebeurt er nou met ons? En daar was er een groot meer. En ze springen allemaal in het water. En ze bleven maar die prikjes voelen. En ze bleven maar onder het water. Totdat op een gegeven moment al die kleine vier, zes voetertjes boven het water kwamen. En ze waren dood. Maar de tigri zegt, ja, ik kan niet, ik geef het op, ik geef het op, ik geef het op. Ja, ja, Anansi, je hebt gewonnen. En dan komt Anansi met al zijn zes voetertjes, zo tigri. En, ja, je hebt gewonnen, ja, je hebt gewonnen. En vanaf vandaag zullen wij samenwerken. We zullen samen over het mooie Surinaamse bos zullen we waken. We gaan het samen doen. De kleine diertjes en de grote dieren. De kleine mensen en de grote mensen. We moeten leren samen in deze wereld, op deze aarde, samen te werken. En dat is de boodschap.